Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is aan de binnenkant Golden Avenue die de leiding heeft genomen. Op de tweede plaats volgt S. Medumer, dan Foutjes SHB en Luke's Valentine. Paarden gaan af op de eerste bocht. Aan de buitenzijde volgt Borca Ling en die wordt vooraf gegaan door Aren Lorraine die aan de overdrijf aan de opmars bezig is. Daarachter dan Fleur Zwageman met verder weg in het veld Esprit Itzarda. Zo komen de paarden de bocht uit. Branco de F aan de staart van het veld en Capital C sluit de rij. Aan de overkant van de baan is het Golden Avenue die een lengtevoorsprong heeft. Aren Lorraine die heeft inmiddels de tweede plaats ingenomen. In derde stelling volgt S. Medumer. Op de vierde plaats daarachter dan Borca Ling aan de buitenzijde van Foutjes SHB. Met verder weg in het veld dan Luke's Valentine. Daarachter Fleur Zwageman en die wordt geflankeerd door Esprit Itzarda. Daarachter volgt Branco DF en laatste van het peloton is onveranderd Capital C. Nu in aansluitende vorm als de paarden in de manegebocht zijn. Met nog altijd Golden Avenue en Dennis Minema aan de kop van het veld met een lengtevoorsprong op Aren Lorraine. In derde stelling volgt nog altijd S. Medumer. Dat is het leidend trio met Borca Ling in het tweede spoor ten opzichte van Foutjes SHB. Dan Luke's Valentine, Fleur Zwageman, Esprit Itzarda. Aan de staart van het veld is het Branco DF met Capital C. En zo zijn we dan weer in de rechte lijn voor de tribune. Paarden laten de manege voor wat hij is en komen langs de volgepakte tribunes hier op Emmeloord met nog altijd Golden Avenue die leidt. Zo gaan we de laatste ronde in. Lengtevoorsprong heeft Golden Avenue op S. Medumer aan de buitenzijde van Aren Lorraine. Dan Borca Ling. Gevolgd door Foutjes SHB. Zo gaan we de koelboxbocht door. Aan de buitenzijde volgt Luke's Valentine. Dan Fleur Zwageman. Gevolgd door Esprit Itzarda, Branco DF en Capital C. Is nog altijd Taylor en Charlie. Paarden komen de bocht uit en zijn aan de overkant van de baan. Golden Avenue leidt nog altijd. Golden Avenue is de leider. Op de tweede plaats is het S. Medumer. Derde aan de binnenzijde. Attent volgend Aren Lorraine. Met anderhalve lengte daarachter Borca Kaling en Foutjes SHB paarsgewijs. Daarachter volgt Fleur Zwageman, Luke's Valentine, Branco de FS, Priet, Zarda, Capital C. In die formatie gaan we de laatste bocht ook in. En heeft Dennis Minema de teugels nog altijd flink in handen met Golden Avenue. Heeft hij een lengtevoorsprong. S. Medumer die moet in die dure bocht een beetje lossen. Daarachter volgt dan aan de binnenkant opkomend weer Aren Lorraine. Foutjes SHB die lijkt het te laten zitten. Valt terug door het veld als een steen in water. En zo komen dan richting laatste rechte lijn. S. Priet, Zarda en Capital C die gaan ook wat in de melk trachten te brokkelen. Als ze de laatste rechte lijn in komen met 300 meter koers nog voor de boeg. Golden Avenue leidt nog altijd. Golden Avenue is de leider voor S. Medumer, Capital C. Daartussendoor Esprit Itzarda aan de buitenzijde. Branco DF, een spannende eindfase. Aan de binnenkant nog altijd Golden Avenue. Daarachter komt aan de buitenzijde dan Capital C. Maar Golden Avenue, dat is de leider. En Golden Avenue is de winnaar. Close voor de tweede plaats. Naar de tweede plaats mogelijk nog Esprit Itzarda ter koste van Capital C. Maar we laten dat over aan de rechter.